bezorgd, verdrietig, angst. Wat zei u? Angst ook. Ja? Wij zijn enorm bang. Of meneer terugkomt. Precies. Dat ze dat niet weten. Ja. Want daar zijn de mensen ontzettend bang over. Afgelopen vrijdag wordt de vrouw levenloos gevonden in haar appartement. Het blijkt te gaan om een misdrijf. Vanmorgen wordt de buurtbewoner aangehouden. Het zou gaan om een man die door bewoners al langere tijd wordt gevreesd. Ze hebben hierover bij de politie zelfs al meermalen aan de bel getrokken. Vorige week ging hij ook weer als een gek tekeer. En helemaal zeg maar verwilderd keek hij dan uit zijn ogen. En de autoband heeft hij de 14 doorgesneden. Dan gooit hij een fiets op een auto. Hij bedreigt mensen, vrouwen van 94. Die komen net uit het ziekenhuis na een heupoperatie. Ja, moest eerst wat gebeuren. Nou, dat is nou. De politie bevestigt dat de man inderdaad bij hen bekend was. Ze wisten van de problemen bij het complex. We hebben signalen gekregen dat hij verbaal agressief was. En dat komt als agressief over. En ik heb gezegd, ik begrijp dat mensen er bang voor kunnen zijn. Ja, maar hij heeft ook tegen deuren getrapt. Hij heeft banden lek gestoken, zeggen mensen. Weet u daar iets van? Ja, en daar is ook het Openbaar Ministerie mee bezig geweest. En bewijsmateriaal is niet geleverd. Vrijdag beslist de rechtercommissaris of de buurman nog langer vast blijft zitten. Ik vind het verschrikkelijk dat zoiets gebeurd is. Dat vinden we heel erg, dat zij het met de dood heeft bekocht.